zijn we weer. Zijn we weer. Ik heb er zin in. Ik nog meer. Het is lekker weer, niet te warm. Dus we gaan ervoor. Ja. En Perry heeft al zijn eerste vondst. Ja, we hadden alle twee al wel wat, maar dat was een beetje onduidelijk wat het was. Maar dit is wel... Ja, nou ja. Bijna duidelijk, soort van. Het lijkt het op lijkt een munt, op, maar hij is wel erg dik. Ja, hij is wel dik, ja. Maar wel rond, als in dat het een munt kan zijn. Ja, maar... en het lijkt daar in het midden wel iets op te staan. Nou, geen dus, idee. Op naar meer. Op naar meer. Had je een mooi signaal? Ja, 80. 80. 80. Hij zit hierin. Ergens. Ja. Nou, fantastisch. Troepje. Maar god. Leuk zo'n live dik. Jammer. Ja. Barry heeft een soort van tapkraan. Ja. Het is een beetje modern, maar... Ach ja. Het is wel weer wat. Het is toch goedkoper. Dat is voor je tuinslang. Ja, precies. Voor de koperbak. Ja. Hoeveel euro? Ja, nou, toch zeker een... 95 cent is het wel. Ching ching. Ja, ik heb weer een munt. Muntje. Ja, toppie. Ja. 2-0 zou ik het maar even zeggen. 2-0, ja. Ik heb ook wat gevonden. Een heel klein knoopje. Nou, niet een heel klein knoopje. Een klein knoopje. Dat heb ik gevonden. En er staat nog wel wat op, denk ik. Maar dat is nu lastig te zien. Maar ik denk zelf dat het een treintje is wat erop staat. Maar goed, het kan heel goed ook iets anders zijn. En het oogje zit er ook nog helemaal aan. Dus ja, ben ik blij mee. Zeg het maar. 3-0. Een muntje. En hij lijkt wel best wel leesbaar. Ja. Is het gewoon een cent uit de gulden tijd? Dat dacht ik ook even, maar ik denk een leeuwencent. Nee, ik zie volgens mij een cent uit de gulden tijd. Volgens mij is het gewoon Juliana. Het begint te glimmen. Draai eens om. Ja, ja. Ik dacht, misschien kan ik het jaartal lezen, maar nee. Maar inderdaad, dus volgens mij is het een 1 cent uit de gulden tijd. Waarom gaat die glimmen dan? Gewoon om, weet ik niet. Misschien heeft. Ja, dat het zonnetje erop schijnt. Nou, 3-0, we weten het. Doei. Doei. Perry, ik denk dat het 3-1 is. Nee, toch? Jawel. Kan het nou? Kijk. Dat is een grote. Ja, een beste grote. Sorry. Het is geen zilveren kletsen. Nou, ik hoop het. Ja. Ja, maar dat zeg je altijd. Ja, dat zeg ik altijd omdat ik het hoop. Dan, nee, het ziet er wel heel erg koper uit. Ja, hoor. Maar pak jij hem even, dan doe ik deze even in mijn andere hand. Dus even... Mag ik sprayen? Ja. Daar ben je goed in. Mm-hmm. We hebben hem net even bijgevuld, toch? Oh ja, ik zit wel precies in de... In de wind. Oh, je wordt beneveld nu. Ja, ik word ook gespreid. Het lijkt wel een gulden of zo, man. Ja, ik weet, er stond wel iets op, hè? Ja. Ik kan er niet echt wat van maken. Nee. Lekker. Lekker cool. En soppen. Niet doen. Nou, dan komen we later op terug. Zullen we het zeggen? Komt de foto in beeld? Er komt een foto in beeld. Ja, ja. 2-1. 3-2. Oh. Oh ja. 3-2. Hoezo zeg ik 2-1? Ja, dat weet ik niet. Nee, nee. Ik heb in ieder geval weer een muntje. Een leeuwencent. We hebben net een lekker ijsje op, hè?
Ja, van de boer gekregen. Ja, lief. Ja. Ja, dat was echt aardig. Ja. En dat kwam wel lekker uit, want het is best wel warm. Het was een perzikijsje, toch? Ja. Smaakte goed. Ja. Maar vertel, wat heb je? 4-2. Denk ik. Het zat wel van alles op. Ik weet niet of het eigenlijk wel een munt is. Lijkt er wel op. Hij houdt een beetje alleen... bol. Ja, dat kan wel, toch? Ik zie hier allemaal lijntjes op. Ja, zo. Dat zie ik ook. Dus misschien dat het een knoop zou zijn, maar het lijkt wat mij betreft een beetje. We rekenen met een munt. 4-2. Ik hoor een yes! Poppetje! Oh, dat is leuk. Eindelijk. Ja. Mag ik de borstel om? Oh ja, sorry. Ik was nog even aan het bewonderen. Waar is de borstel? Waar is de borstel? Ja. Die zit er niet in. Zit die aan de andere kant terug? Geen idee. Nee. Waar is die dan? Weet ik heb je me niet meegenomen vandaag? Jawel, we hebben hem al gebruikt. Ja? Ja, ik heb hem al gebruikt. Nou, dat heb je weer ergens laten liggen. Nou, dan... Ligt bij je grasmes in de buurt. Nee, die ligt daar. Ja, die andere die kwijt was. Oh ja, nou ja, hij zal wel ergens liggen. Ah, ik zie echt een poppetje. Hè, nou hebben we geen borsteltje. Hè? Ja, huis vast. Ik zie mezelf. Zo. Ja, met een helmpie. Het is geen soldaatje, toch wel? Het lijkt meer op een ridder. Ja, hè? Oh, ik heb een spray, ja. Maar een... echt irritant dat we dat borsteltje nou niet hebben. Ja, die ben ik kwijt. Wat voor dik. Heb ik weer. Heb je het niet eruit gegooid met je sponsortas leegmaken net bij de auto? Ja. Tijdens het eten, pauze. Weet ik niet. Hij zal vast wel ergens liggen. Nou, wordt vervolgd. Ik ga sprayen, hoor. Er zit volgens mij ook nog een beetje verf op. Voor zover ik dat net kon zien. Ja, stop maar. Ja, het is, kijk, dit is een helmpje. Ja. Het is een, wel een soort van soldaatje, maar ja, meer een wachter. Hij heeft een kromme loop daar, die omhoog wijst, denk ik. het lijkt een beetje een wachter die dan bij zo'n paleis staat of zo. Ja. Nou, leuker vond ons, Barry. Ja. Nou, ik was bijna vergeten dat ik ook nog iets moest opgraven toen je met dat poppetje kwam. Ja, want je was natuurlijk zo jaloers op mijn poppetje. Ja, enthousiast ook. Heel mooi. Oh, zit je mij nou niet te filmen? Ik zat mijn poppetje nog een keer te filmen. Jongen, die hebben we ze toch al aan gezien? Oh, hier. Een troepje. Oh, hij is wel kapot. Nee. Oh, is het wat? Volgens mij is het... Een paard. Ja, of een koe. Maar hij is wel een beetje een deukje. Dat heb je natuurlijk met je schep gedaan. Ja, vast. Nou ja, we hebben geen borsteltje. Nee. Wie spray ook? Het is wel een dier. Ik denk wel dat het een koe is, want hij is best wel dik. Denk ik. Weet niet. Wat denk jij? Of een stier? Ja, moet je even aan de onderkant schoonmaken. Kijken of de koe of een stier is. Oh ja. Nou, leuke vondst. Het is een beest. Lekker bezig. Nou, ik heb een gesp gevonden. Hij is nog een beetje ingepakt. Volgens mij is het niet echt een hele bijzondere, oude, maar toch een gesp. Live dick met Barry. Meestal zijn de live dicks niet zo wat. Nou, ga je nog wel graven? Ik hoor er wel een ijsbraakje bij. Doe je voorzichtig. Je moet met je andere hand graven. Ja, ja. Moet je kijken naar Barry's elleboog. Een tennisbal erop. Maar hij is eigenwijs en blijft met die arm graven. Erin gaat. Komt ie hoor, ik zie al roest. Nou, geen niks roest. Een hartstikke wijze... Hey, wat is dat? Ja, er zit een fotootje en zo in gezeten, denk ik. Vet. Ik weet niet of ze het zagen, de kijkers. Ja, er zit nog glas in ook. Ja, er zit een fotootje achter gezeten. Ja, die zit er misschien nog. Ja, maar die is niet meer te zien natuurlijk. Cool.
Nou, daar ben ik wel benieuwd naar als die helemaal schoon is. Of we nog iets ervan zien, ja, van een fotootje. Leuk! Nou, een goede live, Dick. Zeker weten. Dat is altijd te hebben bij een goede live, Dick. Ja, dat is waar. Annemiek heeft een dubbel signaal. Ja. Dus het wordt een duo gehad. Zoals gewoonlijk. Maak je er weer een bende van? Ja, ik weet echt niet hoe dat kan. Het is serieus echt zo. Hier lag ook wat. Ongeveer. Ik weet niet hoe dat kan, hoor. Het is gewoon eigenlijk hetzelfde. Dat is die druk, hè? Van, maar deze lukt wel. Ja. Ik heb nu gewoon net alsof gedaan dat jij er niet was. Oh ja. Ik hoor niks. Alles weg? Ja, bij die hoor ik niks, maar de, misschien... Dat is meestal als het los is. Ik ga eerst deze doen. Gaat die andere weer dicht? Hoor je wat? Ja. Ik hoor wat. Er is een stuk... Koper. Is het koper? Ik denk het wel. Ja, dat is wel een koper. Volgende. Ja, ik denk dat het nog zo'n stuk van dit is. Heb ik zo'n vermoeden dan. Tuurlijk. Precies hier. Precies in die... In de rug. Oh. Ik ga even de andere kant openmaken. Ik wou zeggen, geef je het op of zo? Nee. Maar ik moet even de andere kant openen. De knippert hier een rood lampje, is dat een goed teken? Ja, dan is hij aan het opnemen. Oh, ja, dan. Dat is de bedoeling. Dat is meestal, hè, als hij iets opneemt, dan knippert het. Oké. Okay. Nou. Daar. Ik hoop niet dat de boer de filmpjes kijkt, want we mogen nooit meer het land op. Nou. Zo erg is het ook nee, weer niet. Nee, dat is waar. Daar komt hij, hoor. Lag gewoon aan de oppervlakte. Ja. Oh, een vingerhoedje. Kijk. Een aluminium platgedrukte? Ik denk wel aluminium, ja. Maar hij glimt wel. Hij is niet zo geel als normaal, maar ik denk wel dat het aluminium is. Ja, hij is... Ja. Want hij is wel licht, hè? Vind hij is wel licht, maar... Je, je moet wel filmen wat je doet, hè? Ja. Je filmt het ernaast namelijk. Ja, maar je kan dat er gewoon uitknippen. Ja, dat is een vingerhoed. Ja, leuk toch? Ik denk alu, maar ik weet het niet, 100.000% ja, zeker. Ja, ik denk wel aluminium. Hij weegt wel iets, maar er komt natuurlijk dat er ook aard in zit. In mijn tassie. Nou, bedankt voor de live, Dix. Ja, was toch nog best wel... Je ziet er niks meer van. Nee, het valt mee toch? Volgend jaar is het gewoon weer helemaal groen. Nou, toedeloe. Ja, duo Dick. Duo Dick met Perry. Daar zit hij. Daar komt hij, hoor. Ben benieuwd. Fantastisch, mooie... Verlode buis. Verlode buis. En hier? Oh, zo. Dit glimt. Oh, dat is een lepel. Nou ja. Dit is een lepel. Nou, het beste. Nou, top. Top, Dick. Top. Nou, nu ga ik even bij mij
Moet ik even de kou nog houden of? Ja, kan wel. Dat is best een mooi signaal. Ik weet alleen nog niet of hij eruit is. Oh, ik heb het al. Wat is het? Geen idee. Iets, ja. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Ik denk een knoop, geen idee. APC. En dit aan de achterkant. Nou, ik liep een beetje hardop in mezelf te praten. Zilver, kom, zegt Berry. Ja, hier is die. Dus ik zeg nog echt? Nee, ik denk het niet. Het zal wel lepel zijn. Maar nu denkt hij toch wel dat het zilver is. Ik denk dat het gewoon een zilveren duppie is. Dat denk ik ook, ja. Nou, pak je wonderspray er maar weer bij. Want het kanaal is... Oh, misschien kan je daar tussen de bosjes. Nee. Het zou wel kunnen, denk ik hoor, trouwens. Het is wel leuk voor de kijkers. Dat ik erin laat. Dat je zo daar tussen die borstjes probeert bij het kanaal te komen. Ja, als je erin valt, dan is het natuurlijk nog leuker. Nou. Ik kan er niet meer van maken. Maar het moet toch een zilverdupje zijn? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, want ik zie zo'n kransje eromheen. Ja, dan is het 100% zeker. En ik zie wel een glimmertje. En hier zie ik wel een soort van hoofd. Nou. Ja, oude boek. Hij ziet er niet heel vrij uit, maar zilver is zilver. Ja, zilver is zilver. Ja, ik mag weer een wandeling maken. Ik moet weer komen. Ik kom ook jouw kant. Maar ik kom wel aan mijn stappen zo, hè. Ja. Dat is wel weer goed. Wat heb jij? Ja, dat lijkt toch weer verdomd veel op een... Een dikke knoepert. Een dikke knoepert. Nou, houd ons niet langer in spanning. Volgens mij is die wel groter dan die ik had. Nou, die ben ik toch beter. Ja, maar dat wisten we al. Je zit me uit te lachen. Nee hoor, helemaal niet. Ik lach je toe. Dat is wel een mooie dit hoor. Nou, mogen we ook kijken of ja, niet? Ja, ga sprayen. Nou, maar goed dat je dat spreetje hebt, hoor, want die hebben we echt vaak nodig. 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 Even een beetje draaien, ja? Je wil een mooi in beeld, toch? Ja, die is wel echt groot, hoor. Cool. Zo. Doe nog eens. Even de techniek bekijken. Oh ja. Sorry. Zo, een grote kap op. Ik denk Napoleon weer. Napoleon! Oh. Oui, oui. Ja, dat, dan zou daar een vogel op moeten staan, toch? Als het een Napoleon is. Ik een weet vogel niet. En een... Doet hij altijd vogels of deed hij ook andere dingen? Weet ik niet. Maar, wil je nog zeggen hoeveel het staat? Ja, dan is het 6-2 of 7-2, ja? Ik weet niet meer. Veel voor mij in ieder geval, twee voor jou. Ja, twee voor mij. Tof. Nou, Berry, weer blij voor je hoor. Misschien lijkt het niet zo, maar ik ben wel blij voor je hoor. Ik ben ook blij voor mij. Nou, tot de volgende vondst. Ja. Nou, Berry is daar even lekker lood aan het opgraven. En ondertussen heb ik... Een knoopje. Oh, ik had hem even daar neergelegd zodat jullie het goed konden zien. Ik denk dat het iets van Amsterdam is, want ik zie hier die drie kruisjes. Maar dat, ik moet hem nog even goed schoonmaken. Maar er staat zeker wel wat op. En hier ook weer het oogje eraan. Nou, voor mij is het knopendag. Maar ik hoop toch wel nu dan nog in ieder geval even een zilveren knoop dan maar te vinden. Nou, ik wil iets wel zilver vinden. Nou, dit is niet op zich een hele bijzondere vondst, of zo, want het is een aluminium vingerhoedje. Maar wat ik wel grappig vind is, dat deze helemaal, of tenminste, hij is niet plat. Dus ik vraag me af, ben ik de enige die ooit een niet platte aluminium vingerhoedje heb gevonden? Nou, laat het even weten in de reacties. Nou, ik moest weer speciaal komen,
Want Berk dacht dat hij een mooie afdruk had. Maar dit is gewoon een vondst. Zagen is niks bijzonders waarschijnlijk. Maar wat is het? Plaatje. Gespje. Oh ja, zo'n ding. Ja, zo'n ding. Oh, zo'n ding, gespje ding. Ja. Ah, maar dat is ook wel best wel... best wel. Huh? Ja, best wel wat, ja. Ja. Eerlijk gezegd weet ik de stand niet meer, maar... Ik weet wel dat jij voor staat. Maar ik heb wel weer een muntje. Dus ik kom met een inhaalslag. Het is het veel me waard. Zei jij toch? Ja, grappig uit zo. Ja. Wat het is, weten we nog eigenlijk niet. Nee. Er zit hier wel een oogje aan de bovenkant. Ja, dat zag ik ook net. Ja, dat grappig. Of er door dat ding ook een gat zit. Ja, er zitten meerdere gaten in. Ik denk dat dit er ook bij hoort. Ja. Nou, grappig. Ook al weten we niet wat het is wel een leuke vondst. 83, 84. Niet een hele strakke lijn, maar ik ga aan deze kant staan, dus jij moet even draaien. Ja, maar hier klinkt hij al beter. Nou, gaan we gauw graven. Ja. Want we willen het weten. We willen het weten. Tralalala. Prachtig. We zitten nog in. Ja. Daar zit hij. Ik heb hem losgewurmd. Oh. Nou, wat is dat? Ja, dat is een zakhorloge. Een deksel? Een zakhorloge. Nee joh. Knik in de klep, dan kan je zo ook... Nee joh. Open, er zit een horloge onder. Nee, is dat niet? Nee joh. Oh, dan is het anders. Ik denk dat het een deksel is. Ja, een deksel is sowieso. Van een suikerpotje of zo. Kijk maar, kan je niet hier de lepel in doen? Zie je? Ja. Heb je al een lepel gevonden vandaag? Ja, maar niet met stil. Of dat kunnen we er even in doen. Alleen de lepel. Oh. Maakt het gelijk stuk, hè? Dat is slap. Nou ja, het maakt het wel makkelijker schoon. Ja, toch? Ah, dit, ik denk dat het een deksel is of een suikerpotje zo. Dan kon je daar de lepel in doen. Denk ik. Ja, wat goed van jou dat je dat zomaar weet. Ja, dat is gewoon ervaring, hè? Dat, En door. Ben je nou hier vlak achter mij aan het graven? Ja. Hey. Het lijkt wel of het gat open is geweest. Het is een heel raar gat. Is het soms jouw gat waar je water blad te liggen? Het is een heel gek gat geworden. Ja, dan zou het wel van mij zijn, hè? Nou, ik heb in ieder geval een leuke vondst. Een dekseltje van speelgoed. Zullen we dan even bij Berry gaan kijken? Wat voor puinhoop die ervan maakt? Ah, het was al een stukje, dus er is al iemand dat bezig geweest. Ja, wie dan? Ik niet. Ik denk de boer ook niet, hoor. Nee, dus heb jij het gewoon zelf gedaan? Ja, ik denk het ook. Ja. Waar is hij nou? Heb je het al? Daar komt hij al. Ik heb een lamme arm. Het is een kwart munt. Telt niet. Sorry, ik ben een beetje gaar aan het worden. Kan dat nou? Ik moet nog helemaal door, hè? Tot vanavond 10:30. Dat moet niet, daar heb je zelf voor gekozen. Oh. Dat is een frutseltje. Een frutseltje. Nou, maak je dit even weer netjes dicht? Ja, dat netjes gaat niet lukken. Maar wel dicht. Het was al niet eens netjes zoeken zoals ik het aantrof. Nou, maar goed ik had, bezig. Ik kan best wel een beetje puzzelen zo. Zo. Een beetje hier nog wat onder zo. Dat doe ik dan zo. Ja. En dan heeft een stampie. Een magische 100 kilo erop. Nou, hartstikke idee. Niks meer aan doen. Berk denkt dat hij zilver heeft. Goh, zegt hij dus. Ja, het klinkt wel lekker. En hier ligt een zakmes. Oh. Die vind ik altijd leuk om te vinden. En naast me hoor ik, oh. En? Oh. Hoeveel is de stand? Weet ik ook niet meer. Maar in ieder geval heb jij er weer eentje bij. Ja.
Oh, die is nog goed leesbaar. 1 cent. Ja, leeuwencent. Een leeuwencent. De rand is een beetje opgegeten. Ja, meestal is de ene kant dan mooi en de andere kant minder. Nou, deze kant hè? Is ook nog wel goed. Alleen de rand is een beetje opgegeten. Ja. Nou, lekker bezig. Lekker bezig. Kijk even over je schouder mee. Ja, ik heb een speelgoedbordje, maar hij is niet versierd zo, maar het is wel 100% een bordje. Ja, geinig. Dus dit was een goedkopere merk. Ik denk het. Ja, wel leuke vondst. Ja, leuk. Berry gaat wel even sprayen. Ja. Dat is een smurf. Ja, het is een beetje een... Kijk, je ziet duidelijk zijn gezicht er weer komen. Voorzichtig, hè? Want dat is een beetje stuk aan de achterkant. Ja, het is een beetje scherp ook. Oh. Duidelijk de gezicht. Ja. Hij heeft alleen een gek mutsje op, hè? Ja. Grappig poppetje. 2 vondsten. De bovenste is van mij een munt. En er is nog wat opzichtbaar. En de onderste is een plat paard met een invalide soldaat. Die is van Berry. En een bestekje. Weer een bestekje. Dat is even een bestekuurtje nu, hè. Zo, we zijn weer klaar, hè? Ja, stop het mee. Dan, Het is mooi geweest. Mooi geweest. Wel een paar leuke dingen gevonden, eigenlijk. Ja, een paar poppetjes. Ja, en aardig wat muntjes bij elkaar. Ja. En nog een paar munten die we nog even moeten onderzoeken, wat het is. Ja, en een zilvertje erbij. Ja, jij hebt weer zilver. Ik houd het allemaal schuin. Ik moet even... Ja. Ik loop een beetje onhandig te doen. Ja, we kunnen niet verder. De weg is maar, geblokkeerd. We hebben een blokkade. Nou, we gaan even kijken hoe dat... Ja, maar ik weet niet of je er achterlangs moet, Berry. Ja, je moet in ieder geval niet aan zijn tepels trekken als je erachter loopt. Maar gaat hij niet ineens heel wild lopen of zo? Nee, dat gaat niet. Okay. Hij heeft gewoon honger uit dat tijdje. Sorry. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En jullie ook. Tot de volgende keer. Nog even een update over de borstel. Die had ik in de auto laten liggen.